En gaan wij als tennis the world, de tenniswereld veroveren als we alleen in Nederland blijven? Nope. Oh, Kelly. Maar Oh, spierpijn. Hoe komt het dat je spierpijn hebt? Ik moet naar de fysio. Want? Ik moet mijn billen trainen. Het wordt met jou zo geen serieuze journey. Oh, jongens, sorry. Vorig jaar stond de tennis journey in het teken van groeien voor mij als speler. Namelijk richting niveau 3. En dit jaar heb je misschien ook gemerkt dat het anders is. Dat ik veel meer de focus heb gelegd op een groei maken met Tennis World. En dat we echt de tenniswereld willen gaan veroveren. En zeker in deze video's komt ook nog steeds naar voren hoe ik mijn spel ga verbeteren. Hoe ik dat juist doe in combinatie met het druk zijn met je werk. Want ik weet zeker dat jij het ook druk heb. En nu zijn we speler voor speler, ook trainer voor trainer, aan het groeien met het platform. En nu zitten we op een record. Staat de teller op 322 en komt 400 dus echt dichtbij. Maar hoe gaan we die tenniswereld nou veroveren? Nou, Jelte en Jeroen, die helpen mij daar heel veel bij. Dus andere trainers die mij daarbij helpen, zoals Willem-Jan van Hulst, die ook, waar we binnenkort ook video's mee gaan maken. Wie nog meer? Nou, mijn vriendin, die heeft een stap gewaagd om te stoppen met haar werk, om Tennis the World te gaan helpen. Maar, er is een maar. Gaan wij als Tennis the World de tenniswereld veroveren als we alleen in Nederland blijven? Nope. Heel spannend welke stappen we nu gaan maken. Maar het is dat we hier op YouTube en op alle andere social media kanalen naar het Engelstalig gaan. Want als ik één ding graag vermijd, dan is het spijt. Tennis the World gaat worldwide. Je had het niet kunnen bedenken, maar ik wil die droom najagen. We gaan de stap wagen in 2024 door naar Australië te gaan, om daar te beginnen. En daar ook de Australian Open mee te pakken, het toernooi van Adelaide te gaan meepakken. En daar ook dat ik podcasts kan gaan doen. Want we willen ervoor zorgen dat jij als fanatieke amateur professioneler te werk kan gaan. En daardoor dus ook gaan onderzoeken, hoe trainen die profs nou? Hoe denken ze? Wat is hun verhaal? En hoe kan jij dus daarvan leren als fanatieke amateur? Je denkt misschien, en het Nederlands dan? Nou, het Nederlands dat blijft. Maar dat komt allemaal en blijft allemaal in het progressieprogramma voor de speler en het progressieprogramma voor de trainer. Daar komen dus ook heel veel nieuwe trainingen en video's online. Dus ook daarin nog meer reden om daar lid van te worden en daar natuurlijk de Nederlandse video's te vinden. Ook echt volgens een plan aan je spel te kunnen werken op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontvouwen en ik vind dat heel spannend om te gaan doen. Maar het voelt nu als de beste keuze die we kunnen maken. Nou, blijf kijken, want hier zie je hoe de afgelopen weken waren gegaan. Zoals je weet hebben we het progressieprogramma voor spelers, maar we hebben ook een specifiek programma voor trainers. En op deze dag gaf ik een workshop bij het trainersteam van Simon Tennis. En liet ik zien hoe zij zichzelf op maandelijkse basis kunnen bijscholen en inspiratie kunnen vinden voor oefenvormen voor tijdens hun lessen. Wellicht wist je dit nog niet, maar de meeste leden bij ons zijn tennisleraren en werken we ook samen met de KNLTB, waarin een trainer elke maand 1 PO-punt kan behalen door ons programma te volgen ter bijscholing van hun licentie. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk ook gespeeld worden en ik speel hier een wedstrijd tegen Ian. Ian is vroeger met mij meegeweest op tennisreis naar België. Toen was hij een jongen van 12, een jongen van 21 en nu speelden we tegen elkaar. En in de eerste set wist ik van hem te winnen, die eerste set. En speelde ik heel degelijk en Ian vooral wat foutjes. Maar na een tijdje kwam ik er echt achter waarom hij 3.3 staat. En begon hij super degelijk te spelen.
Dit was een zware partij, maar ook een hele goede partij. En helaas heb ik hem net aan verloren. Maar zoals hier ga ik hier op mijn bek. En dat gebeurde wel zeker 4 keer. En ging het punt gewoon door. Maar heb ik er heel veel van geleerd. En vooral gemerkt dat als ik hier nou ook echt meer op ga trainen om deze spelers onder druk te zetten. Dat het zou kunnen lukken om ervan te winnen. Want ik kom steeds heel erg dichtbij. Dit laatste punt die maakt Ian af. Maar kwam helaas niet op beeld. Vandaag gaan we de journey video starten van Stefan. Dit is een serie die online gaat komen of misschien al online is. Waarin hij fitter gaat worden. Hij zijn verhaal meeneemt. Ik hoorde niks niet. Ah, dankjewel. Ik zou mijn red dicht gedaan, joh. Zo, dat is top. Dit is player. Yes. En naam... Ik moet dus niet per se in beeld zijn. Juist niet eigenlijk. Hij staat gewoon bij jou achter de camera. Jij kan wel heel dichtbij of ook niet. Maar dat je een beetje kan spelen met... Toch? Hallo? Ja. Oké, laten we beginnen. We hebben Stefan zijn fitheid getest, maar we hebben er ook voor gezorgd dat de testen in het progressieprogramma komen. Zodat jij ook jezelf kan testen hoe fit je bent als tennisser. Wil je dit niet missen en jezelf kunnen vergelijken met andere fanatieke tennissers? Zorg er dan alvast voor dat je naar www.tennisworld.nl gaat en je inschrijft voor het programma. 2, 1, go! Ik ben even aan het trainen, omdat ik toch gewoon in die competitie door wil gaan. Maar wat ik wel gemerkt heb de afgelopen tijd, is dat het gewoon even goed is om 2 weken, 3 weken even niets te doen met tennis. In ieder geval even wat minder. Omdat het ook weer nuttig is om dan weer op te laden. Nou, dat heb ik gedaan. Ik merk gelijk dat het goed is om weer op de baan te staan. En daarmee weer vooruit te kunnen. Dus soms sta jij misschien ook op de baan. En denk van ja, ik heb eigenlijk minder zin in. Ik heb minder energie. Ik wil wel beter worden, maar hoe? Neem af en toe een pauze, dat heb ik dus ook gedaan en dat is heel normaal. Oké, let's go, gaan we weer. De afgelopen tijd had ik veel potten verloren van spelers die ook echt beter waren. Maar we geven niet op en zoals Jesper de Jong zegt, is er één ding die je te doen staat. Ja, hard blijven werken. Dat is het. Het is heel makkelijk. Het is echt een heel simpel, simpel ding en heel cliché. Maar hard werken loont echt. Ben jij ook bereid om hard te werken voor progressie in spel? Zorg er dan voor dat je abonneert en dan zie ik jou in de volgende video.